Stel voor, jij poetst heel slecht je tanden of je gaat nooit naar de tandarts. Dan kan dat hele nare gevolgen hebben voor je gebit. Bijvoorbeeld ontstoken tandvlees. Maar is ontstoken tandvlees nou gevaarlijk voor alleen je gebit of ook voor de rest van je lichaam? Ja, voor je algehele gezondheid. Ja? Ja, tenminste, dat heb ik wel eens gehoord of zo, dat je er ook iets van aan je hart van kan krijgen en alles. Ik heb toevallig laatste ontsteking was volgens mij wel aan de kies zelf, maar daardoor had ik wel een lage weerstand en heb ik bronchitis opgelopen. Friso, ik ga regelmatig naar de tandarts en volgens mij ziet mijn gebit er prima uit, maar toch kan er iets zijn, hè? Ja, dat klopt. Je zou bijvoorbeeld parodontitis kunnen hebben. Dat is een infectieziekte van het tandvlees. Die ontstekingen zitten tussen het tandvlees en de tand in. En dat zijn bacteriën die daar hun gang kunnen gaan. En die veroorzaken een slechte adem en losstaande tanden. Oeh, en hoeveel mensen in Nederland hebben dat eigenlijk? Daar is onderzoek naar gedaan van de Wereldgezondheidsorganisatie. In Nederland, van de groep van mensen ouder dan 35 jaar, 85% van de mensen in meer of mindere mate parodontitis. Oh, dat is echt heel veel. Dat is gewoon bijna iedereen. Dat is een hele grote groep mensen, dat klopt inderdaad. Maar dan zijn de mensen nog niet eens meegeteld die niet zijn gecontroleerd erop, of wel? Dat is een doorberekening. Maar in principe is dat iedereen op de hele wereld die die ziekte heeft. Maar is het dan ook heel erg gevaarlijk of kun je daar gewoon 100 mee worden? Als je het niet behandelt, zal 100 worden moeilijk zijn. Er is bijvoorbeeld patiënten die een hartklep vervangen krijgen. Die worden door de cardioloog eerst naar ons gestuurd om de mond gezond te maken voordat ze een hartklep kunnen transplanteren. Maar wat heeft daarmee te maken? Ik bedoel, een cardioloog moet toch bij je hart zijn en niet bij je mond? Nou, je moet je voorstellen dat een constante ontstekingsbron in je mond ervoor zorgt dat er een constante stroom van bacteriën is, zo je bloedbaan in. Maar wat bijvoorbeeld ook gevaarlijk is, is diabetes. En daar is al 20 jaar onderzoek dat diabetes parodontitis beïnvloedt en parodontitis beïnvloedt diabetes. Dus het is echt heel gevaarlijk? Het is echt heel gevaarlijk, maar gelukkig is er wel wat aan te doen. En als je het leuk vindt, dan kunnen we nu even bij een behandeling gaan kijken. Ja, graag. Hallo. Hallo. Ik mocht van Friso even meekomen kijken. Kan dat? Ja, dat is goed. Ja? Want deze mevrouw heeft parodontitis? Deze mevrouw heeft parodontitis, ja. Oké, okay, en hoe is zij hier terechtgekomen? Zij is bij de tandarts gescreend en die heeft gezegd er is een probleem met je tandvlees. Het is verstandig gezien de omvang dat je naar de parodontoloog gaat. Nou, en zij is hier terechtgekomen en wat gaat er dan precies gebeuren? Wel, in de eerste plaats moeten we vaststellen wat is er precies aan de hand? Hoe is de omvang van de aandoening? En dat doen we door in de eerste plaats de pockets te meten. Pockets zijn de ruimtes tussen het tandvlees en de wortel. Oké. Daar heb ik een heel simpel instrument. Dat is niet anders dan een stokje met een millimeterverdeling. Gezond tandvlees heeft pockets tot maximaal 3 mm diep. Als er een aandoening is, kan dat 6, 7, 8, 10 of 12 mm wel diep zijn. Oeh. En is dat na één keer weer helemaal gezond? De diagnose moet gedaan worden. Ja. En aan de hand daarvan maken we een plan. En dat plan voorziet in de eerste plaats een reiniging onder het tandvlees, wat we initiële behandeling noemen. De bedoeling daarvan is om die wortels onder het tandvlees helemaal schoon en glad te maken. Daarna zie je heel sterk verbetering optreden. Maar als je bij het begin al aanzienlijk diepe pockets had, en dan bedoel ik meer dan 6, 7 mm, dan is er nog een tweede fase nodig. Dat is een chirurgische fase. Wordt er dan geopereerd? Dan wordt er geopereerd. Dat is nooit in het begin, dat is altijd in de tweede fase na een herbeoordeling. Dan is de bedoeling dat daarna de mond weer gezond is. Ja, want parodontitis is niet ongevaarlijk, hè? Zeker niet ongevaarlijk. Je kan er je tanden en kiezen door kwijtraken. En daarnaast beïnvloedt het ook algemene aandoeningen op een negatieve manier. Diabetes kan verergeren, reuma kan moeilijk onder controle te krijgen zijn en vrouwen kunnen wel eens vroege geboortes hebben en laag geboortegewicht van de baby's. En hoe kan je er nou zelf achter komen dat je parodontitis hebt? Er zijn een aantal symptomen. Bloedend tandvlees bij poetsen, een mondgeur of een slechte adem. Dat zijn eigenlijk de karakteristieke symptomen die patiënten zelf kunnen merken. Goed. Dus ik moet letten op bloedend tandvlees, een vieze smaak in je mond en mondgeur. Ja. Dank u wel voor de informatie. Okay. Ik ga nu ik hier toch ben gelijk mijn eigen gebit ook even laten doen. Oké, succes. Zeker.
Parodontitis is een ernstige ontsteking in je mond en daardoor kan je tanden en kiezen verliezen. En het is niet alleen gevaarlijk voor je gebit, maar ook voor je gehele gezondheid. En daarom laat ik mijn tanden en tandvlees even checken.